Heerlijke afsluiter van deze speelronde. Nummers 4 en 5 van de Eredivisie. Allebei al maandenlang eigenlijk in uitstekende vorm. De laatste 14 wedstrijden in de Eredivisie verloor AZ geen enkele keer. En Twente verloor alleen van Ajax. Haalde respectievelijk 36 en 33 van de mogelijke 42 punten. En nemen het nu voor de derde keer dit seizoen tegen elkaar op. De entree van Koopmeiners op het middenveld betekent dat Sugawara weer gewoon, dus aanhalingstekens, de rechtsback is. Dat Witry naar de bank verhuist en dat Evjen zijn plek rechts voorin behoudt. Verder de bekende namen bij AZ, waar Mietje er dus nog niet bij is. Klaasie wel weer beter is, maar op de bank begint. Daar het bewijs. En u natuurlijk nog benieuwd bent naar de opstelling van Twente, voor zover daar verrassingen zijn. Nou, eigenlijk niet. Dat zijn dezelfde elf die vorige week van RKC wonnen door een doelpunt van de aanvoerder Prupper. Van Wolfswinkel is wel iemand om voor AZ in de gaten te houden. Scoorde alles in een bekerfinale namens Vitesse tegen AZ 2 keer. En scoorde in beide ontmoetingen die AZ en Twente dit seizoen al met elkaar uitvochten. Sugawara. Ja, de Wit behoorlijk vrij daar. Was naar voren geslopen. Dat was gezien door Sugawara. Fractie te hard. Daar zit de bondscoach. En nou, daar zit trainer natuurlijk, Louis van Gaal. Wijndal en Klaasie in de voorlopige selectie. Nou, Wijndal, die kan die voorlopig wel bestuderen. Klaasie misschien later in deze wedstrijd. Dat is toch wel een opvallende naam. Flap was gestart. Prupper durft het niet aan. Kiest toch ook weer voor de weg terug. Hoenestaal. En Wijndal. Wint het van Rotsen, maar kopt hem wel in de voeten bij Zerouki. Nu moet Twente eigenlijk tempo maken, want nu ligt er wat ruimte. Misicjan. Vraagt om hulp, krijgt hij van Rots. Flap gevonden. Ja, dit is goed gespeeld en daar is dan ook gelijk de goal. Maar de vlag omhoog. Geweldige voetbal door Twente. De hak van Hatzidiakos net iets verder naar voren dan de knie van Rots. Hatzidiakos. Via Reinders naar Sugawara. Weer terug naar Reinders. Oeh, die wordt daar hard geraakt door Sadilek. Die gaat geel krijgen. Was daar net te laat. Deze is vol op de enkel bij Reinders. Als je hier een andere kleurkaart voor geeft, is dat niet eens zo gek hoor. Uitglijden van Plekoswelo. Het was sowieso een beetje een vreemde keuze om Smal daar over zo'n afstand in de dekking aan te spelen. Misicjan haalt er nog wat uit voor Twente. En, ja, het is een schot, daarvan hebben we er nog bar weinig gehad. Soa in de ploeg voor Evjen. En ook Abu Ghraal maakt zich klaar. Pavlidis ook niet meer uit de kleedkamer gekomen. En dus heeft Pascal Jansen in ieder geval besloten tot het inzetten van twee verse krachten. En eerlijk is eerlijk, dat kon AZ ook wel een beetje gebruiken. Nul schoten tegenover twee van Twente, als we dat buitenspeldoelpunt niet meetellen. Dat is sinds februari dit jaar niet meer voorgekomen in een Eredivisie-helft, zo weinig. Dus er is wat ruimte voor verbetering voor beide ploegen in deze tweede helft. Brunet. Krijgt hem terug van Rots. Van Wolfswinkel richting de penaltystip. Daar gaat de bal overheen, maar daar is wel Vlap nog. Geen onaardige voorzet van Joshua Brunet. Czerny toch al een tijdje klaar om in te vallen. Hier kan Rots niet aan de bal komen. Ja, Van Wolfswinkel misschien nog wel. Dus
moet Martens Indy oppassen. Maar Van Wolfswinkel kennelijk ook buitenspel. Er kan in ieder geval de wissel plaatsvinden bij Twente. En ziet een licht teleurgestelde Misicjan dat hij vervangen gaat worden door Czerny. Lang die knieblessure gehad in de eerste seizoenshelft. Verse benen, dat is de duidelijke uitleg. Nou, zijn benen zullen redelijk vers zijn, want tegen Cambuur bleef hij 90 minuten op de bank. Tegen RKC en Go Ahead bij elkaar een kwartiertje gespeeld. Als Smal deze bal naar Brunet steekt. Brunet maakt het af. Joshua Brunet zet FC Twente op voorsprong. Na een geweldige steekpaas van Gijs Smal. De lach bij Jans, de vreugde in het uitvak natuurlijk. En zijn tweede al sinds zijn winterse komst. Deze bal van Smal heeft gezien dat Brunet onderweg is naar het midden. En precies in de loop en goed afgemaakt door Joshua Brunet. Reinders. Naar Witry. Goed balletje. En daar is Soa niet, de Wit wel. En een ongelooflijk knappe ingreep van Prupper. Voorkomt de 1-1. Misschien dat Oenerstal er ook nog wel bij had gezeten, maar Prupper neemt het zekere voor het onzekere. Met de videoscheidsrechter, maar inmiddels kan het verder. Ja, waarom zo'n... Oh, wat doet Prupper hier nou? Die laat zich de kaas van het brood eten door Abu Ghlal. En dan komt er een kaart voor Prupper. En een vrije trap voor AZ. Dat is een vreemd moment. Die ging daar de bal ineens hoog houden. Ja, dan moet hij de overtreding wel maken. Witry. Ai, ai, ai. Ik zou toch de volgende door Carlson laten nemen. Limnios. Ja, Limnios. En losgelaten door Vindal. Ineens uit de draai geprobeerd. En dan is hij goed op tijd erbij. Klaasie. Een beetje geïrriteerd. En dan wil hij nog wel eens een overtreding maken. Vindal. Witry. Ja, er blijft door Twente druk gezet worden. Limnios naar Czerny. Het is een randje buitenspel. Het is buitenspel. Een minuut nog. Als Vindal de bal naar voren gaat pompen. Richting Carlson. Wijndal. En Czerny. Weg met die bal. Maar niet heel ver. Vindal kan hem vrij snel weer in gaan brengen. Maar die geeft hem zo aan Oenerstal. Een verontwaardiging bij Beukema en nog wel een paar AZ'ers over die bal van Vindal. Dan gaat Oenerstal met Twente toch maar weer de nul houden. Het is voor Twente de 9e keer dit seizoen. En dat gaat ze. Een hele knappe en in de strijd om plek 4 een hele belangrijke overwinning op AZ opleveren. Van Boekel kijkt op zijn horloge. AZ probeert die bal nog één keer voorin te krijgen. Maar als Soa hem dan mist en Sadilek hem kan onderscheppen. Dan zal het toch aanstonds voorbij zijn. Brunet. Nog maar een keer blind naar voren. Brunet die de matchwinner gaat worden.
Er is kennelijk nog een minuut aan blessuretijd bijgekomen. Vindal. AZ lukt bijna niets in aanvallend opzicht vandaag. Klaasie, laatste bal naar voren. Brupper en Bos. Het man nog steeds verder van Boekel. Wijndal. Carlson. Martin Zindi niet, Witry. De bal is nog binnen. Martin Zindi. Met rechts voor, daar is Abu Ghlal. En dan is het echt voorbij. En wint Twente bij AZ. En komt er dus een einde aan die reeks van 14 wedstrijden op rij dat AZ ongeslagen bleef. Het is een hele, hele knappe overwinning van Twente. Die ze bovendien naast AZ brengt. In punten en in de strijd om plek 4. Een doelpunt van Brunet na iets meer dan een uur spelen. Geeft de doorslag in een wedstrijd waarin de kansen schaars waren. En waarin zeker AZ in aanvallend opzicht bar weinig heeft weten te creëren. Zij gaan tevreden terug naar Enschede. En de goede vorm blijft maar doorgaan bij Twente. Want ook zij verloren maar één keer in die laatste 14 wedstrijden.